Het is even wennen voor Stan Godrie. Veldrijden bij kunstlicht, de unieke traditie van de Nacht van Woerden. Een rit waar de Belofte van Brabant zich in de kijker kan rijden. Als jonge renner kun je jezelf toch mooi bewijzen eigenlijk tussen de grote renners. Die wat meer wedstrijden rijden. En als je deze dan zo uitzoekt, dan kun je voor een heel mooie uitslag kunnen gaan. Ja. En dat is nodig, want ondanks dat Godrie dit seizoen het ene na het andere goede resultaat neerzet, heeft nog geen profteam bij hem aangeklopt. Het talent lijkt ongewenst, tot verbazing van veel kenners in de wereld van het veldrijden. Ja, ik hoor het ook wel eens van, ben je niet gefrustreerd dat je nog geen nieuwe ploeg hebt, maar... Ja, ik zit eigenlijk best goed bij Rabobank, maar iedereen hoopt natuurlijk wel een hogere stap op te zetten. Hoe kan het? Ja, hoe kan het? Ze komen niet, dus dan blijft er nog niks over. Aan kwaliteit ligt het niet bij Stan Godrie, dus wellicht moet de schuchterheid uit Sundert een klein beetje plaatsmaken voor bravoure. Je netwerk, of helpt dat niet? Ja, ik denk dat wel het geval is, maar dan nog... Dat kun jij niet zo goed. Nou, minder denk ik. Ja, er zijn jongens en die hebben net wel meer contacten en die komen er wel snel. Maar ik probeer gewoon met mijn been te spreken en dat er toch een ploeg gaat komen voor mij. Dus wielerscouts opgelet. Tijdens de Nacht van Woerden blijven alleen Lars van der Haar en de Duitser Marcel Meissen Godrie voor. Hij wordt knap derde. Ik rijd lekker op zulke parcoursen, snelle parcoursen. Dus ik zie de toekomst wel goed tegemoet. Ja. Nog een ploeg, hè? Ja, dat wel. Nou, laat het hopen. Ja. Misschien na vanavond. Ja, misschien. Ik blijf ze lekker doorgaan en ik hoop dat er eentje komt.